veel kennen. Ze hebben dus niet met de paarden mogen, met de pony mogen oefenen. Ze hebben ze te voet gelopen. Ze weten ongeveer hoe dat de ponies gaan. En van daaruit rijden ze dus de hindernissen. Ja, en dan is het belangrijk inderdaad dat die hindernis ook zo lopen als je wil, want als je dan een foutje maakt, dan moet je heel vlug kunnen vertellen. Dus je moet eigenlijk niet die achter hindernis uit je hoofd kennen, je moet ook nog alle alternatieven uit je hoofd kunnen. Staat er gelukkig een groom achterop en die mag hem hulp geven, maar ja, het gaat allemaal zo snel dat je er toch wel heel actief bij moet zijn. Ja, en een foutje is zo.